zo ontzettend fijn wakker worden in de natuur. Je hoort de vogels. Dit mis ik echt aan de stad. Je moet echt meer de natuur in en echt meer van dit soort momenten. Ja, ik merk echt dat ik helemaal tot rust kom en zo fijn. Ik hoop dat het goed met je gaat en mocht het wat minder gaan, it's okay not to be okay. Virtual hugs van mij. Echt zo lekker. Dit is trouwens geen pasta. Het is best wel gek, want het is dus pasta, maar het is gemaakt van bruine rijst. I love it. Ik heb besloten om veel beter op mijn lichaam te letten en na te denken over wat ik in mijn lichaam stop. Ik voel me er gewoon veel beter door. Ik voel me fitter. Ik voel me mentaal ook beter als ik goed eet en voldoende water drink, smoothies drink. Ik heb het idee dat ik mezelf een beetje heb laten gaan qua eten, qua sporten, qua mediteren. Dus ik heb tijd om dat weer helemaal op te pakken. Ik wilde een inzicht met jullie delen in deze Glow Up Diaries. Waar het helemaal in teken staat van zelfliefde, persoonlijke groei, self-care. Ik ben nu een aantal dagen terug uit de natuur. Ik was samen met een vriend, Rino, een dagje weg in een Airbnb. Het moment dat ik daar aankwam, ik voelde letterlijk gewoon alle energie die hier zat. Helemaal... zo zakken. En zoals ik al zei, ik voelde me echt ontzettend rustig. En ja, ik voelde me gewoon echt heel erg chill. Het moment dat we weer in de auto stapten en we kwamen Rotterdam binnen. We kregen allebei gewoon een soort anxiety. Gewoon echt pure stress voelde ik in mijn lichaam toen we op een 6 banen snelweg reden. En ik dacht echt... oh my god. Het was zo raar, want mensen reden ook anders. Mensen waren veel agressiever. Mensen waren echt aan het racen. En go, go, go. Ik realiseerde me echt van, de stad heeft zoveel voordelen. Je kan van alles doen. Je kan drankje hier doen, koffietje daar. Je hebt musea, je kan dingen doen. Alleen het is altijd aanstaan. Het is altijd maar gaan en gaan. Elke keer als ik in de natuur ben, dan voel ik dat heel erg. Dat ik dan ineens niet meer hoef te gaan. En niet meer door hoef. En niet die enorme pressure voel. Ik zet jullie even neer, want mijn arm werd een beetje lam. Ik merk dat ik nu, als ik dan alle geluiden hoor in de stad. Ambulances, auto's, geschreeuw. Het is gewoon niet dezelfde vibe. De mensen zijn niet hetzelfde. De hele energie is anders. Rino en ik hadden het erover van... oké, hoe kunnen we dit implementeren hier in de stad? Want ik wil ook eigenlijk niet weer terug naar het platteland. Puur omdat ik het hier te druk vind. In Rotterdam zijn er ook echt super mooie plekjes. Euromaspark, het water. Het voelt gewoon niet hetzelfde. En ik vraag me gewoon echt af van hoe kan ik meer van dit soort echte rustmomenten creëren in mijn dagelijkse leven. Dit vast te houden zonder me overwhelmed te voelen. Voor degene die het nog niet weten, ik ben hoogsensitief. En dat betekent dus eigenlijk dat je alles extra voelt, extra ervaart. Dus alsof een soort van je antennes van je zintuigen zijn extra aan. Dus ik heb al... dat ik best wel snel overprikkeld kan raken als ik mezelf niet goed genoeg bescherm.
En de stad helpt daar natuurlijk niet helemaal bij. Ik hou echt van mijn huis. Ik hou van mijn leven hier. Alleen elke keer als ik naar de natuur ga, denk ik, oh, je hebt meer rust nodig, meid. Je hebt meer rust nodig. Dat wil ik heel graag implementeren. En ik wil jullie vragen of jullie nog bepaalde tips hebben hoe jullie daarmee omgaan. Ik mediteer zelf ongeveer 1 à 2 keer per dag. Dat helpt al enorm. Ik denk dat ik sowieso vaker de natuur in moet gaan. Zoals Kralingse Plas, Euromaspark, whatever. Gewoon minimaal 3 keer in de week dat ik echt de natuur in ga. Ik probeer daar echt soort van mijn balans in te vinden. En ik merk toch wel dat ik het lastig vind om die hier te vinden. Ik ben trouwens nu ook meer aan het lezen over hoogsensitiviteit. Ik ben dit boek op dit moment aan het lezen en dit werkboek. Allebei heel erg fijn. Ik kan me er zo in vinden. Echt halleluja. Toen we bijvoorbeeld nog konden feesten, snapte ik niet hoe anderen zo door konden gaan en zo sociaal konden zijn en niet om 3 uur naar huis wilden en nog door en door en door konden. En ik lag daar echt om 2 uur al helemaal van, ik wil naar huis, omdat ik zo overprikkeld was. Elke keer dacht ik gewoon van, het ligt aan mij, ik ben gewoon een beetje raar, I don't know. En nu, alles makes sense. Soms dat ik super moe ben, als ik te veel naar buiten ben gekeerd en niet echt naar binnen. Nou, echt allemaal dat soort dingen. Het label hoogsensitiviteit is geen ziekte. Het is een eigenschap waar je mee wordt geboren. Nou, er zijn echt allerlei onderzoeken naar gedaan. Het is voor mij echt een eye-opening geweest om te weten dat ik hoogsensitief ben. Mijn moeder is ook hoogsensitief en we hebben nooit de connectie gemaakt. Het is grappig, want de mensen om me heen dachten het al wel. En ik had er zelf ook al wel eens van gehoord. En ik heb me er nooit echt in verdiept. Ik heb best wel veel vragen gekregen op de Instagram van Your Inner Glow. En op mijn eigen Instagram over hoogsensitiviteit. En of ik daar meer over wilde vertellen. Dus als ik er wat meer over weet, dan ga ik er zeker meer over delen. Voor iedereen die ook HSP is. Ik wil je erg aanraden om er meer over te luisteren, meer over te lezen, meer over te bekijken. Want bewustwording is echt al een hele, hele, hele grote stap. Zonder bewustwording kan je er ook niet mee leren omgaan. Dus voor mij was het heel erg fijn om bepaalde situaties van anderen te lezen. En waarin ik mezelf zo herkende dat je niet de enige bent die dit op zo'n manier ervaart. En ik denk echt dat hoogsensitiviteit een kracht is en geen belemmering. Tuurlijk, je moet weten hoe je ermee om moet gaan. En ook ik ben echt nog helemaal nieuw in het hoogsensitieve en hoe ik daarmee om moet gaan. Ik merk echt hoe meer ik erover lees en hoe meer ik erover begrijp, hoe beter ik al vanzelf aanvoel wat wel en niet voor mij is. En hoe ik in bepaalde situaties moet omgaan. Om niet overprikkeld te raken. Ik vind het ook heel erg fijn om met jullie hierover te hebben. Dus ben je hoogsensitief? Of heb je vragen erover? Laat het alsjeblieft weten in de reactie. Let's talk. Let's interact. In fact, this is a certain sign that you're facing your soul's greater plan. Every hero in his or her life journey comes eye to eye with doubt. The only way around it is through it. And it's all the part of the longer plan, larger plan. What are you being called to do to surrender to your soul's plan? Omdat ik eigenlijk altijd thuis werk, vind ik het erg fijn om soms in een koffietentje te werken. Dus daar ga ik nu heen en ik doe hier mijn nieuwste Bose Quiet Comfort earbuds in. Voor het creëren van meer rustmomenten in de stad zijn deze echt perfect. Het enige nadeel van in een koffietentje werken is dat ik me nooit goed kan concentreren wanneer er veel mensen zijn. Ik raak dan dus snel afgeleid. Dus deze earbuds zijn echt mijn lifesavers.
Ze beschikken namelijk over noise cancelling. En dat betekent dat het omgevingsgeluid wordt gedempt. Zo kan ik echt helemaal in mijn eigen zone zitten. Wat ook fijn is, als je bijvoorbeeld iets wil bestellen, dan haal je één oordopje uit je oor. En dan gaat de muziek automatisch op pauze. Wat ik ook heel erg top vind, is dat ze echt lang meegaan. Zo'n 6 uur kan je luisteren naar muziek. En als het leeg is, kan je na 15 minuten opladen alweer 2 uur luisteren. Ik ben er echt zo blij mee en het is echt perfect om je goed te kunnen concentreren of gewoon echt lekker te genieten van muziek. En ik heb ook echt een mega productieve dag gehad. Dus helemaal top! Ik heb echt zo leuk nieuws. Ik ga in september naar een holistisch vrouwenretreat in Ibiza. Zoveel zin in. En deze retreat staat echt helemaal in het teken van thuiskomen bij jezelf, thuiskomen bij je intuïtie, stilstaan bij de diepere betekenis van wie je bent, van je leven als vrouw zijnde. Het is echt op een prachtige plek in de natuur in Ibiza. We gaan echt allerlei super mooie dingen doen. Meditatiesessies, yoga sessies, een hike, van alles. Nou, ik kijk er echt zo naar uit. Ik wilde echt altijd al een retreat doen. Dus dit is echt fantastisch. Kijk hoe mooi. Om eigenlijk binnen een week tijd weer helemaal in je kracht te staan. En helemaal tot rust te komen. Er zijn nog een paar plekken over. Dus mocht je met mij mee willen op Holistisch Vrouwenretreat, dan kan dat nog. Ik zal de link van de website hieronder in de beschrijving zetten. Dit is wat we gaan doen. Zo leuk. En wie weet zien we elkaar daar.